Zo. Ja, ja. Yes. Kijk, want we gaan een schilderij klodderen. En voordat je dat gaat doen, moet je wel even de rommel opruimen. Niet waar? Trouwens. Ja. Hallo. Ik ben dus Kloddervos. Maar mijn vrienden noemen me ook wel... Sloddervos, ja. Dit hier is dus mijn klodderhol. Moet je maar eens kijken. Dit is op mijn trap dus. Mijn kast en mijn bed natuurlijk. Ah, wat? Nou, even snel weg ermee. Ja, want anders blijf je aan het opruimen... terwijl ik schilderles wil geven aan jullie. Dat is de bedoeling. Geen opruimles. Tada! Klodderen dus. Dat is een duur woord voor schilderen. En daar ben ik, ja, jullie raden het al, dus supergoed in. Even kijken. Wat heb je nodig? Een schildersdoek. Kan ook een stukje papier zijn. Dat is ook goed, natuurlijk. Palet. Verfroller. Pak met water en kwasten. Een dikke en een dunne. Ja, ja. Een dikke en een dunne. Nou, wat heb ik? Palet, kwasten, pak met water. Even kijken. Natuurlijk. Klodderverf. Ja. Maar, wat voor schilderij gaan we maken? Dat is het. Een landschap. Kan ik jullie meteen mooi laten zien hoe je kleuren moet mengen. Dus, wat zien we allemaal in een landschap? Lucht. Blauw. Dat is de kleur van lucht. En dan gebruiken we voor de grote stukken de roller. Beginnen. Je hebt natuurlijk ook types die willen dan een bewolkte lucht. Maar ik persoonlijk... ja, heel erg voor mooi weer. Oeh. En de lucht is blauw bij mij. Onbewolkt, mooi weer. Ja, hoe verder? Wat ligt er op de grond in een landschap? Een landschap ligt land. Dus groen van het gras. Dus die gaan we mengen. Wat was ook weer groen? Blauw met opzoeken. Blauw met geel is groen. Nou ja, dat ik dat nou was vergeten. Mengen dus. Ja, jawel hoor. Dat is groen, het klopt. En dat mengen, dat komen we nog vaker tegen. Ja! Ik was groen. Groen als gras. En blauw en geel is groen. Maar ik mis iets. Er moet iets in. Een huis, of een koe, of een augurk, of een zak patat, maar iets! Hé! Post! Zul je altijd zien. Oh! Van mijn schattenboot. Met... Bergen! Ja! Ik heb het! Dat is het! Voor het land! Ja. Bergen. Bergenrijk schilderen. Ja. Poepiebruin. Wacht. Die heb ik niet meer nodig. Nee, ik doe het met de dikke kwast. Daar gaan we. Dat is heel eenvoudig, bergen. Dat kan iedereen. Gewoon een driehoek. En het leuke is... je kan er zoveel als je wil op schilderen. Zo. Kijk, dat kunnen jullie ook. Echt net zo goed als ik. Ja, dat zijn de bergen. Nu nog sneeuw. Wit. Yes. Oh, la, 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 la. Wacht even, daar gebruiken we de dunne kwast voor. Yo, daar gaan we weer. En niet te zuinig, hoor. Nee, niet te zuinig met de verf. Van boven naar beneden. Lekker klodder. Juist. Zo. Tada! Ja, wat een uitzicht, zeg. Nog mooier dan het uitzicht uit mijn eigen raam.
ik heb helemaal geen raam. Ja, vind je het gek? Hallo, ik woon onder de grond. Dus dat er geen raam is, dat klopt als een bus. Dus mensen, hè? Oh ja? Ik heb wel een raam. Dat heb ik net hier zelfs te schilderen. Want kijk, als ik nou die lijn van boven naar beneden en van links naar rechts doe, dan heb ik een kozijn, een raam, een uitzicht. Even kijken. Die hang ik boven mijn bed. En dan heb ik een prachtig uitzicht. Ja, ja. Kijk, dat heb ik geschilderd. En dat is slim. En leuk. En dat is nou klokken. Dus.